De Haagse Christopher wil laten zien dat verschillende culturen heel goed samen kunnen gaan. En daarom heeft hij de Dutch tasbih uitgebracht. De een gebruikt een tasbih bij het bidden als een soort stressbal of als accessoire. Een paar jaar geleden was ik in een rondleiding bij de Al-Aqsa moskee. En daar viel het me op dat er een hele hoop kettingen kapot waren, gebedskettingen kapot waren. Dus toen dacht ik, dat kan sterker. En tegelijkertijd was er in de media een hele hoop negativiteit over moslims in Nederland. Terwijl ik een hele hoop vrienden had die eigenlijk niet overeenkwamen met dat beeld wat er in de media werd geschetst. Dus toen dacht ik, ik wil daar eigenlijk wel een positieve noot aan geven. En zo ben ik gekomen tot islamitische gebedskralenkettingen van Hollandse bodem. Dutch tasbih. Toen ging ik op internet kijken hoeveel zo'n ketting kost. En toen dacht ik, daar kan ik geen geld mee verdienen. Dus laat ik het dan maar gelijk helemaal sociaal maken. Dus ik heb een half jaar er naartoe gewerkt samen met mensen van een gehandicapte dagbesteding. Dat ze het zelfstandig kunnen maken. En voor elke ketting die ze goed geregen hebben, krijgen ze ook geld. En de kaartjes zijn ontworpen door iemand die in een reïntegratieproject zat. Ja, en de kralen komen uit Nederland. Dus gewoon alles wat ik kon doen, heb ik geprobeerd zo Nederlands en vriendelijks mogelijk te doen.